Jee. Goeiedag in de Creëer jouw leven Facebookgroep. Wat altijd interessant is, is wanneer ik Facebook Live doe in het Tsjechisch en dan een half uur later in het Nederlands. En dat is niet het geval. In ieder geval, het thema is de routine van succesvolle mensen. En dat is eigenlijk een van de vele vragen die ik had gekregen tijdens de Energizer Creations specialty training die ik afgelopen zaterdag heb gefaciliteerd in Thun in Zwitserland. Heb jij een routine en wat is een handige routine om te hebben als ik zo succesvol wil worden als jij? En voor humanoids is routine iets onvoorstelbaar en zo ook voor mij. Dus eerst schrok ik een beetje van deze vraag. Hoe zou ik een routine moeten hebben? Wat is mijn routine? Heb ik een routine? Nou, nee, echt niet. Absoluut niet. Wat heb ik dan? Hoe kan het dat ik met succes creëer zonder te weten wat ik aan het doen ben? En ik vertelde net in de Tsjechische groep dat de meeste van de dagen wanneer ik geen training geef, ik 's ochtends wakker word en enige ding is zeker, ik weet dat ik ga creëren, maar ik weet nog niet wat ik ga creëren en op welke volgorde en wat nou precies. De manier waarop ik kies een keuze is de routine van de succesvolle mensen. Ongetwijfeld is de woord keuze. Ik weet dat ik ga creëren en ik volg wat licht is. En soms heb ik 20 projecten tegelijk en altijd spreken ze met mij. En altijd laten ze mij op tijd weten als ze iets van mij nodig hebben, als ze iets willen. Soms is het graphics maken, soms is het tekst schrijven, soms is het iemand bellen, soms is het een venue vinden, soms is het een ticket boeken, soms is het een nieuw jurk kopen. En dat vind ik ook een onderdeel van mijn creatie. Een heleboel verschillende dingen vragen om aandacht. En ik denk steeds minder, maar ik ben steeds meer gewaar. En ik doe Access Consciousness meer dan 11 jaar. Steeds meer ben ik gewaar van wat mijn aandacht nodig heeft en wat de volgende stap is in mijn creatie. En het kunnen wel 50 stappen zijn die ik zet op één dag. Zolang het licht energie is en expansief is, gaat het meer creëren, gaat het ook meer succes creëren. Een van de dus keuze een keuze van wat licht is zeker een van de belangrijkste onderdelen van leven van iemand die succesvol is of succesvol wil worden. En toen ik het aan het bekijken was, is een misschien nog belangrijkere onderdeel wat Gary Douglas noemt, grondlegger van Access Consciousness: never give in, never give up, never quit. Op het moment dat je succesvol begint te worden, komen er vaak obstakels, komen er vaak degenen die het niet zo fijn vinden dat jij wel durft, niet zo fijn vinden dat jij wel meer bent. Om oordelen te leren ontvangen, dus oordelen te leren ontvangen is een van de belangrijkste onderdelen van groter worden en meer creëren. En dat duurde voor mij even. Dat duurde misschien eerst de 2, 3 jaar met Access, dat ik daar redelijk mee worstelde. Het is een proces en op een gegeven moment begin je daar lol mee te hebben. Als anderen over jou oordelen, als anderen het niet zo fijn vinden dat jij zoveel succes hebt. Op het moment dat wij leren daar gemak mee hebben, expanderen wij nog meer en nog sneller. Dus tijdens de laatste Global Foundation heb ik Gary Douglas gehoord zeggen dat oordelen ontvangen dat dat de enige
plek is wanneer oordeel eigenlijk een generatieve energie is. Dus oordeel van iemand anders onder ons, wanneer wij bereid zijn om het te ontvangen en daarmee expanderen, is eigenlijk generatieve energie in ons leven. Wanneer wij daarmee stoppen en daardoor stoppen en bang worden en het heel erg vinden en jammer vinden en van alles daarover vinden, helpt natuurlijk niet ons eigen leven, ons eigen creatie en zeker niet ons succes. Maar daar waar wij dat nemen als een compliment, wat het werkelijk is, want iemand is bezig met jou. Iemand is bezig om om jouw energie te sturen. Of het positieve of negatieve energie is, of het positieve oordeel of negatieve oordeel is, maakt helemaal niet uit in dit geval. Daar waar we dat kunnen ontvangen, expanderen wij. Dus oordelen ontvangen zou waarschijnlijk nummer 3 stapje zijn. Never give in, never give up, never quit. Nooit einde maken aan ons creatie zelf. Nooit kiezen van dit is het genoeg. Ik wil niet meer, ik kan niet meer. Er is altijd nog één stap en nog één stap. En ik stond heel vaak voor moeilijke beslissingen, moeilijke keuzes in de afgelopen 11 jaar met excess. En ik had altijd gekozen om nog 1, 2, 3 volgende stappen te maken. Keuzes maken voor wat licht is. En stapjes maken, soms kleine, soms grote, naar wat, waar het meer licht geeft. Waar het meer ruimte geeft. Waar het meer expansie geeft. En oordelen leren ontvangen zorgt ervoor dat wij niet stoppen. Voor de energie die misschien wel vervelend is voor mensen die niet willen dat wij zo snel groeien of niet willen dat wij überhaupt groeien. En verdere routine in succes bestaat niet. Natuurlijk, wanneer je een Foundation Class faciliteert, moet je elke dag opstaan en kleren aandoen en je tanden poetsen. En, naar de klas gaan en de klas, de menu open doen en de klas faciliteren. Maar buiten dat is elke dag een avontuur en elke dag is nieuw en elke dag kan een enorme bijdrage zijn aan ons creatie en enorme expansie voor ons zijn wanneer wij niet bepaalde definitie of bepaalde programma volgen, maar aan het kiezen zijn wat in dat moment het meest licht is. En soms is het een boek lezen. En soms is het even in het bos lopen. En soms is het 2 bodyprocessen op de dag ontvangen. Wat ons lichaam ook enorm kan bijdragen. Zodat we volgende dag weer weten wat licht en expansief is. Heel goed voor ons lichaam zorgen is een heel waardevol onderdeel van ons creatie. En ik neem graag tijd om naar de massage te gaan of pedicure of bars te ontvangen, wekelijks bodyprocessen te ontvangen. Hoe geweldig is dat? En hoe fijn is dat? Dus dat... dat is een routine van iemand die succesvol is. Kiezen voor wat meer gaat creëren. Kiezen wat licht is. Blijven kiezen. Nooit stoppen. En desnoods met veel gemak en vreugde oordelen ontvangen die onze kant op gaan. En dat energie gebruiken. Tot nog meer expansie. En ik begon mijn reis met excess. Met een cursus die ik sindsdien niet had gezien binnen excess. Die heette Faster Change Now. Met Lizanne Bankston en Ricky Williams in Amsterdam heel lang geleden. Toen had ik nog maar Access Bars cursus en ik had deze cursus gezien en ik dacht, wow, oké, ik wil weten wat dat is. En
faster change now. Dat gebeurde wel een maand of maand later of zo. Deed ik foundation class en heel snel daarna was Gary Douglas toen in Amsterdam met Global Foundation. En zat ik in dat klas en daarna ging het al heel snel. En foundation is een training waar ik nog steeds echt heel veel aan heb. Nu faciliteer ik natuurlijk vele foundation per jaar, meeste in Tsjechië. Ik ga ook een foundation class geven in Nederland dit jaar in juni, dus volgende maand, vanaf 13e tot 16e juni in Hoorn bij Christa van der Meulen. Ik weet niet waarom ik Veulen zeg, maar het is ook wel schattige energie. Net als de classes die ik tot deze tijd bij haar thuis heb gegeven. De foundation gaan we niet bij haar thuis doen. Maar vlakbij Hoorn, op een prachtige locatie. Als er vragen zijn over de inhoud van de cursus of wat dan ook. Ik ben van plan om er binnenkort een Zoom over te maken. Dus als je vragen hebt. Foundation is helemaal nieuw. Ik had hem 2 weken geleden in Praag gefaciliteerd. Voor het eerst in de nieuwe vorm. Eerst de manual naar het Tsjechisch vertaald voor Access. En dan de klas gegeven. Het is gaaf. Het is echt tof. Heel anders dan vorig jaar. Het is ook helemaal nieuw. De bodyprocessen zijn nieuw. Vele clearings zijn nieuw. Ik ga daar meer over vertellen tijdens de gratis Zoom over de foundation class. Maar die moeten we nog opzetten en samenstellen. Dus de informatie komt nog in dit groep. En voor degenen die mijn newsletter ontvangen, ook via de newsletter. Ik heb er zin in. Ik heb er veel zin in ook in het Nederlands weer te faciliteren. En live classes hier in de buurt te doen. Met alle vragen ben je welkom. En hoe zou het zijn om meer succes te kiezen, gewoon omdat het kan. En gewoon omdat we dat allemaal in onze eigen handen hebben. Of je succesvol bent, of je kiest voor minder succes. Het is altijd een keuze. En wat is succes? Succes is, succes voor mij is blij zijn. Blij zijn met wie ik ben, blij zijn met wat ik doe, blij zijn met mijn keuzes. En ik ben altijd bereid om keuzes te maken die mij blij maken. En ondertussen is natuurlijk heel veel veranderd in de afgelopen 5 jaar dat ik in Tsjechië aan het faciliteren ben, is daar Access enorm groot geworden. Volgend weekend is Simone Melasses daar met de inmiddels al 3e Choice of Possibilities die daar gefaciliteerd wordt. Dr. Dane hier is er geweest met ESB, veel andere facilitators gaan naar Praag. Als ik me voorstel dat 5 jaar geleden, voordat ik begonnen was met de eerste foundation, er helemaal niks was en ook geen 1 manual vertaald naar het Tsjechisch. Ik ben enorm dankbaar en wij kunnen allemaal succes hebben. Succes is niet voor maar een paar personen die vooraf uitgekozen zijn. Succes is iets wat wij allemaal zelf kunnen kiezen. Ik heb het gekozen en ik nodig iedereen uit om het ook te hebben en ervan te genieten. Heel fijne dag en graag tot ziens. Doeg!